Welkom bij barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het. 14 graden. En binnen zit Jolanda Linders met. Lisbeth van Heeswijk. Welkom in mijn barretje 0486. En vandaag is mijn gast Lisbeth van Heeswijk. Goedemiddag, Lisbeth. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het hier ook uh, aangenaam. Herkenbaar. Dus uh, ik voel me hier helemaal op mijn gemak. Ja, dat is het belangrijkste. Mijn... alleen uh, mijn, uh, mijn, mijn fles whisky. Uh, ja. Maar uh, ik kan het hier met me doen. Je bent een echte whisky drinker. Nou ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel lekker. Niet veel. Maar hè, dat wil zeggen, ik drink dan uh, elke avond. zeg maar een, een proefglaasje. In plaats van een echte glas whisky. Maar omdat ik het uh, allemaal een beetje. Uh, uh, t, ja, beheersbaar. Ja, 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 ja. Maar ik vind het wel, uh, wel lekker. Ja. Ik denk ook dat het... Ik, denk, ik, ik heb mezelf ook wijsgemaakt dat het gezond is. Dat het bacteriën doet of zo. Weet ik veel. Maar het is een hele goede. Het is werk. gewoon lekker. Maar Lisbeth, jij uh, voor de mensen thuis. Uh, Lisbeth van Heeswijk en uh, politiek gearrangeerd. Ja, ja. En voor welke partij? Liberaal Land van Kuik. Liberaal Land van Kuik. Ja. En je zit ook in, zit je in Boxmeer of zit je in Kijk? Um, onze partij is begonnen in Kuik. En, 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 en nu zit, ja, voor, voor ons gevoel, zitten we nu dus in heel land van Kuik. Ja. Daar hebben we ook overal onze mensen gevonden. En zijn we aan het doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Omdat we het belangrijk vinden om alle mensen te vinden. En dat mensen ons kunnen vinden. Ja. Want daar begint het toch mee. Daar begint toch de politiek mee. Vanmorgen had ik best wel wat telefoontjes van mensen die van alles vroegen, euh, zich afvroegen of dachten dat ze wat fouten in het stuk hadden gezien. Maar we zijn maar gewoon inwoners met mailtjes en telefoontjes die mij weten te vinden. En dat vind ik belangrijk. Die drempel moet niet zo hoog zijn. Maar dan moet dadelijk ook in heel land kijken: mag die drempel niet zo hoog zijn? Daar ga ik voor. Ja, precies. Maar Bijvoorbeeld. Om, om even, eh, ik, dat zeg ik ook eh, tegen, eigenlijk tegen iedereen, als ja. leek, zeg maar, ja. liberaal, waar, waar ja. staat het voor? Ja, waar staan we voor? het is eigenlijk een sociaal-liberale partij, maar dat vonden we te lang. En we, maar we blijven wel voor het gemak zeggen, liberaal, uh, omdat uh, dat dan be, beter backt, zeg maar. Ja. Um, wij, willen, wij geloven dat het belangrijk is dat iedereen in vrijheid kan leven zonder een ander beperkingen op te leggen. Hè? Dus ik, ik, ik mag wel in vrijheid leven, maar mag niet ten kosten gaan van een ander. Um, en o, o, op die manier uh, schieten wij de politiek in. Um, en er zijn al zoveel dingen waar we belangrijk vinden. Ik heb wel vanmorgen toen ik hier naartoe ging. Ik denk: van, ik, zal, ik zal mijn lijstjes even doornemen. Die wil ik wel met u doornemen. Maar dat wilt u niet. <laughs> nou, we willen insteken op de gezondheid, bijvoorbeeld. Dan moet gewoon elke keer als wij als, als een college vergaderen, dan moeten we ook over de gezondheid hebben. Uh, als er een onderwerp behandeld wordt, als, als het gaat over wonen of over onderwijs. Hoe dan ook? Gezondheid, wat, wat is elke keer het stukje gezondheid bij de onderwerpen die gesproken worden? En dan moet je de, de onderwijs en de gezondheidszorg en uh, politiek, ondernemers, die moet je koppelen om ervoor te zorgen dat wij het normaal vinden om gezond te eten en gezond te willen leven. Want, en dat duurt lang, yeah. maar dan moet je niet meer stoppen, dan moet je mee aan de gang blijven. Ja, ja Maar project. daar staat zeg maar, liberaal voor. Nou, echt, veel, omdat... veel meer. Ook de manier van werken van ons is denk ik best wel. Anders dan, ja, dan bij Maar anders. jij zit wel in de raad. Ja. In Kuik. In Kuik. En um, daar ben ik uh, fractievoorzitter van, 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 li van, van Liberaal land ja, ja. Ja, ja, en nu mag ik leestrekker zijn van uh, Liberaal Landverkruik. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar ja. Ja, ik zat nog te denken. Van, we zijn, met veiligheid hebben we onze onderwerpen. Over zwerfafval hebben we onze onderwerpen. Ook over digitale ve veiligheid hebben we onze onderwerpen. Wonen natuurlijk. Want er uh, daar daar zijn echt een aantal zaken die moeten gebeuren. Maar ik, ik kan echt gewoon meteen een uur vol kletsen. Ja, maar dat moet je maar... niet. u zei net van tevoren, Het gaat wel over andere dingen. Ja, nee, het is dus zo. Hè, ik heb een aantal kaarten. Want het gaat er even om dat de mensen in het land van Kuik weten... Ja. Wie is de vrouw achter Lisbeth van Heeswijk? Mm -hmm. En dat is, uh, uh, dat is eigenlijk de insteek. Hè? En zodat uh, ja. ik dan ook uh, jou een beetje kennen. Ja. Ik heb hier een aantal kaarten. Dan mag je er eentje uittrekken. Nee. Niet lezen, want dat geef je aan mij. Oké. Okay. <laughs> en ik lees ervoor. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja. Even kijken. De maan. Op een stille herfstnacht verschijnt de maan hoog boven de horizon. Ze heeft geen vurige stralen die alles in vuur en vlam zetten. Zij staat in alle bescheidenheid als een kwetsbaar, kwetsbaar hemelslichaam in de lucht... en geeft zo de aarde donkere nacht een prachtige glans. Nou komt het. Durf jij jezelf kwetsbaar en bescheiden op te stellen... Of ben je bang dat er dan over je heen gelopen wordt? Ik durf me kwetsbaar <laughs> aan bescheiden om te stellen. Want dat is de enige manier om hoop te weten te komen. Ja. Dan kan ik leren als ik, als ik me zo opsta. Nee, altijd. Ook nog mijn kinderen op school. Je bent lerares? Ja. ja ik bedoel, wat ik eruit begrijp. Want ja, dat ja, ik geef op uh, mijn letcollege in mail. Oh. Ja, en als ik fout maak of wat dan ook... Uh, ik, ik bespreek dat net zo gemakkelijk met de kinderen. En ja, die, die zijn wat dat betreft best wel volwassen. Ja, dat is zo. Ja, nee, maar, maar je moet je, je wel kwetsbaar op durven stellen. Uh, Engels. Je geeft de Engels. Ja, wat leuk. Ja, ik heb wel op heel Land eens een beetje gewerkt. In, uh, dus nu voor voortgezet onderwijs. En Kuik, voortgezet onderwijs. Dat was mijn het maar college. Ja. Op de ATS was het toen ging in Kuik. Las in Beers, lage mm -hmm. agrarische school. Mijn school die staat eraan niet meer. Uh, smok. Zeer moeilijk opvoerbare kinderen, ja, ja. Steves Beek, uh, Metermeer, schoolgemeenschap Steves en heel lang op de LMM-school, uh, de Schakel in Boxmeer. Oh. Dan heb ik uh, ook uh, heel veel gymnasten verzorgd en groep 8. Allemaal leuke dingen. Ik ja, echt ik... alleen maar, uh, ja, kies, ik kies ook zelf al voor. Ja, we hebben dan de slogan: uh, kleur geven. Maar ik, dat hoort ook wel bij mij, want ik wil ook kleur geven aan mijn leven. Ik wil niet. Een saai bestaan. Ik wil alles oppakken. Ik heb het zelf goed. Dus vind ik het ook leuk om binnen ja, om te... iets veranderen ja, te ja, doen. Ja, 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 ja. ja daar, daar krijg ik energie van. Ja, maar uh, ook wat we net over hadden om, 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 om jezelf open te stellen. Bescheiden, ja. op te stellen. Ja, dan krijg je ook, uh, ze leren ja. jou beter kennen. Ja. En, en je krijgt ook wat terug. Tenminste, Zeker. Hè, denk ik ja, die in. openheid zorgt voor uh, van, van twee kanten dat je verder kunt komen. Ja. Ja. Ja, oh, dat is, ja, dat, ja, dat zegt toch niet iemand ooit iets anders hier? Dat lijkt me verschrikkelijk. Nee, <laughs> <Ja, ja, laughs> ja, ja, ik, ik bedoel, ja, de bescheiden, ja, bescheidenheid ziet de mens, maar dat is ook zo. Ja, maar uh, er zijn er ook wel bij: die, die, het zijn ook mensen bij die zich niet kwetsbaar op durven te stellen. Die, die een bepaalde, ja, het is wel zo, dat klopt ook. En uh, dat is wel moeilijk. Ja. Maar, ja. Volgende kaart. Ja. Ehm. Het zijn allemaal Echt? Nee, dan... <laughs> <laughs> dat is wel grappig. <laughs> Ik pak dan toch maar wel deze. Okay. Dank je wel. Um... Engelenvleugels. Mm -hmm. <clears throat> Verliefdheid of een plot succes geeft je vleugels. Wat gaf jouw vleugels in je leven? Oké. Okay. Vleugels in mijn leven. Uh, andere mensen. Andere mensen. Mensen die, die, uh, die er waren op het moment dat je ze nodig had. Nou. Ja. Dat is mooi. Hebben is... anderen het ook niet gezegd? Nee, nee. <laughs> ik, 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 ik denk bijvoorbeeld aan. Uh, als je zelf een bepaalde keuze durft te maken, dat heeft iedereen wel eens. En ik ben, ik ben bijvoorbeeld bij een politiek bedrijf weggegaan. Ja, en dan word je gedragen door iedereen die je helpt en die je steunt. Oh, je bent. Je ik, bent ben, ben, ik, ben, ik zat eerst bij de VVD, daar ben ik weer weggegaan. Maar ik werd door iedereen gesteund. Uh, uh, dus ook, ook door de. Ook door, door de VVD zelf? Ja, yes. want die liep, liep toen met mij mee. Ook de Wethouder. Dus dat, dat, dat gevoel van zo ontzettend gesteund te worden. Uh, uh, en nu ook. Nu ook, nu met de campagne bezig. En, uh, uh, ik heb ook niet het gevoel. Ja, ik mag dan lezeriger zijn, zei ik. Maar ik, ik, ik sta alleen maar iets voor omdat we dat met z'n allen doen. Dus, Jawel, dus maar dat, je moet ook jezelf blijven. Hè? Ja. En dan komen we terug op die bescherming. Ja. Als jij jezelf ja. blijft en je open blijft stellen, dan krijg je ook ja. terug. Maar oh. ik, 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 elke dag ervaar ik dat ik uh, geholpen word door anderen. Ja, dus het geeft je vlucht. Ja, mooi. Ja. ja, mooi. Oh nog oh, Ik sla elke keer die eerste over, dan ben ik aan het eind benieuwd wat er in de eerste stond. <laughs> wie weet ze? Stoppen we dan rond die tijd? Even kijken. Zelfvertrouwen. Uh, mm -hmm. Ik ben je reisgenoot zelfvertrouwen. Als je met mij reist, geloof je in jezelf. Je weet wat je wilt en waar je naartoe gaat. Tegenwind zal je niet omverblazen. Je bent wie je bent en dat is goed. Is zelfvertrouwen jouw vaste reis genoemd? Uh, ja, um, ja. Ik heb zelfvertrouwen omdat ik niet bang ben om te falen. Dus dat dan. Dat is. Dus ik wat? vind als ik faal, dan denk ik van oké, okay, dan, dan moet ik dat verbeteren. Dus zo zit ik erin. Um, want dat is, dat is echt belangrijk om om niet te bang zijn om te falen. Ik vind ook nooit een een persoon belangrijker dan een ander. Dus ik ben ook nooit zeer wachtig als iemand... zogenaamd een hoge functie zou zo <laughs> Maar het maakt me niks uit. Eh, want ik... Ja, of het nou een kind is of... Eh, kind is sowieso kei belangrijk, maar... maakt mij niks uit. Dus zelfvertrouwen heb ik wel, ja. En eh, sterker nog... ik probeer dat in, 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 in mijn lessen... als ik gewoon Engels geef... maar probeer ik de kinderen ook echt zelfvertrouwen te geven. Want dat is echt een belangrijk goed om... Kunnen functioneren in de samenleving. Jawel, maar als je gesteund wordt hè, door wat we net zeiden, als ja. je een beetje gedragen wordt en, en uh, uh, de vleugels krijgt om mm. terug te komen net ja. op die, uh, op ja. die vraag, ja. Ja. dan krijg je ook wel steeds ja. meer zelfvertrouwen. En dat, dat is denk ik wat mensen heel veel moeten. Leren. Maar ik probeer het ook echt door te geven. Want als ik de brugklassers heb, dan heb je heel veel kinderen met weinig zelfvertrouwen. Ja, ja. En dat is heel onterecht, want alle kinderen hebben prachtige talenten. En dat hoeft niet mijn vak te zijn. Dat kan al zijn omdat je goed met dieren om kunt gaan. Of dat je uh, heel veel humor in je hebt. Of dat je heel, uh, heel veel lef hebt. Dat zijn allemaal aspecten, talenten die niet. Door, daar krijgen de kinderen geen punten voor. Maar ze zijn wel mooie dingen. Ja, maar voor ze heel niet vaak gezien zijn ze wel En dus gezien. die kinderen zijn, die mogen uh, zelf vertrouwen hebben, want ze zijn goed. Ja, en wat, wat ja. maakt niet uit en wat ze doen. Ja, nee. Maar ze krommen wel. Jawel, maar als Linksof, ze slim maar dan moeten ze niet de stapel opgedrukt krijgen van: en dat kun je niet goed. Nee, ja. want je moet kijken wat ze wel goed kunnen. Ja, tuurlijk. Maar kun je ze zelf vertrouwen. Ja, maar jij geeft ze dan weer die vleugels. Om ja, toch weer een plezier. Ja, ja. dan krijg ik weer energie van. Dus, dus dat is de, is de <laughs> ja, cirkel weer rond. Ja, dat klopt. Oh, wel leuk. Volgende keer. Ja, ik eh, doe dan weer. <laughs> ja, nou, dat maakt het helemaal niet uit. <laughs> Even kijken. De tulp. De tulp, ja. 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 Bijzondere Nederlanders er krijgen soms een speciaal voor hen de tulp op hun naam. Vooral diegenen die veel voor anderen hebben betekend. Zijn er drie redenen te bedenken waarom jij een tulp met jouw naam verdient? <laughs> drie redenen waarom ik een, een tulp, tulp krijg. Maar... <laughs> <laughs> nou, ik kreeg een keer van. Uh, uh... Toen was ik dus weggegaan bij uh, bij de VVD en. Te van 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 uh, verschuur uit Habs van José kreeg ik een roos en ze zei die roos dat is een uh, uh, vrouwelijke verzetsheld uit Frankrijk die naam heeft hij van een vrouwelijke verzetsheld uit Frankrijk die past bij jou zei ze die krijg jij en die koester ik nog steeds die roze Daar moet ik nog maar van denken en daarom dat ik, denk ik ik denk dat het kon schoner dat ik gewoon een stap gezet had van als jullie mij piepelen, dan ben ik weg. Ja, zo, dat, zo zit ik aan elkaar. Maar waarom zou ik dan dingetjes nog krijgen voor dingen die ik gedaan heb? Ik heb alleen maar dingen met, met anderen gedaan. en ja, maar je hebt dingen met liefde gedaan. Ja, we hebben, met... ik heb met anderen eh, in, in ons dorp bijvoorbeeld, echt met een grote groep mensen gezorgd dat de BI bleef. En waar kom je vandaan? Haps. En dat het consultatiebureau bleef, om een paar voorbeelden te noemen. En eh, een vredeskapelletje gebouwd. Met heel veel mensen. En pas heb ik nog met een hele hoop mensen. en ook samen met mijn school. hebben we heel veel voor Kenia kunnen doen. Ja, ik noem maar een paar dingen, Concreet dingen. Al, dat zijn er niet drie. Dat is nee. gewoon een bos. Nee, nee, nee. <laughs> <Maar> ik zal <laughs> nog, stop. Nee, maar ik, ik denk ook dat. dat ik ik serieus. De, 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 de kleine dingen die. Nou, dat zie ik ook bij, bij mensen die de lintjes krijgen. en ik van ja, dan wordt er wordt van alles genoemd. noem maar die tulpen op. Maar ik heb misschien dus van de mensen die achter schermen. Hun werk doen. Ja, ja, ja. Die doen ontiegelijk belangrijk werk. En dan zijn drie tulpen. Uh, of dan zijn de. Dat, dat kun je nooit genoeg benoemen. Hoe belangrijk dat is. Kijk eens naar de mensen in de zorg. Wat die doen. Ja, en en, en wat hebben... zij doen. Dat kan ik niet. En die, die waardering hoort naar mensen die, die niet in beeld zijn. Ik ben nou in beeld. Ik, ben, in die zin ben ik, ik voel me helemaal niet belangrijk. Degene die het alledaagse werk doen. En dat zonder te zeuren doen. Daar heb ik wel voor. Dan mogen mijn tolkjes naartoe. Ja. Oké. Okay. Nou, mooie ja. afsluiting. Volgende keer. Even kijken naar. Nou, De, ja, deze. <laughs> De beschermengel. Een schermengel? Ja. Ah ja, die heb ik. Ja, je gelooft wel dat ze bestaan. Maar deze keer had je er toch echt eentje nodig: een engel. Oh, wanneer ik hem nodig had? Wanneer heb jij een beschermengel nodig gehad? Ehm, um, even denken. Ja, maar wel een keer, uh, Toen heb ik, uh, <laughs> ik denk wel vaker, maar ik heb een keer, uh, ik, moest ik in boxmeer mijn collega's naar huis brengen, dat deed ik, en anderen moesten naar Nijmegen. Ik zei, nou, rij maar achter mij aan. En eh, ik denk, ja, ik moet wel de Maas over. Maar ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval, om lang vooral kort te maken... stond we op een gegeven moment met twee auto's in de Maas. In de Maas? Eh, ja, 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 ja. De auto die achter mij reed, die was al gelukkig langs mij opgereden. Maar twee, dus, toen ben ik wel in de Maas beland. Ja, ja, ja. Bij de betonstralen in Boxmeer. Nou, ja, nou maar als nou nu luistert, denk je ja. ja. <laughs> maar dan ben ik wel gewoon geluk, gelukkig geleerd duits Ja, ik heb ook hier met vrienden gereden in Griekenland. Maar met die vrienden reed niet met mij mee. Maar <laughs> was er was een ravijn rechts. En ik denk van. Wacht even, kan ik er nou wel of niet langs? Want toen stonden we ook weer moment met mijn twee wielen aan de andere kant. Dus daar was ook uh, dat de Engelwater uh, uh, in actie moest komen. Ik heb me vast heel veel meer momenten gehad. Ja, maar ik heb dat dus genoeg al. Ja, ik, ja, ik denk, ja, de, ja met, met, met de auto sowieso. Ja. ja, je hebt hem dus wel nodig gehad. Ja. Maar ja, ja die blijft er nog. Als wel ik zitten. thuis ben, dan denk ik. Ja, ja. ja als je ik, thuis denk wel, denk ik denk ook dat ik er meer heb. Meer aangeboden. Ja, maar ja. je hebt hem sowieso nodig gehad. Dus, en ik zeg al, hij, zal, hij blijft wel zitten, hoor. Dus, uh... ja, ik heb echt het idee nog meer is. Misschien niet te binnen, maar goed. Daar komt goed. sommige dingen wilden ook. Uh, <laughs> zal ik die eerst toch pakken? Ja. Oh, en zal ik eens kijken wat er gebeurt? <laughs> de liedje. Ja, dat kende ik eerst nog niet. Maar ik vind het wel heel mooi. Uh, dit, de, mijn, uh, mijn zus die, die draaide altijd met mijn vader. Mijn vader was degene die, die als ik bij hem kwam de afgelopen jaren, hij, hij zat in Sint-Anna, in het verzorgingshuis. En hij zei elke keer, en hoe is het met de verkiezingen al een jaar lang? Dus zo graag volgde hij dat. Maar hij is vorige maand overleden. En de liedje draaide mijn zus altijd met hem. En met de herdenking hadden we de liedje ook. En dus ik ken het nog maar kort, maar ik vind het een mooi liedje. Het gaat over Brabant. En over hier. Jouw vader. hij ja, je la, 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 het nou horen. Een hoor. echte Brabander. Dus pa was een echte Brabander. Of, of hij woonde in Haps. Er en dan kwam het Vechel. En Vechel. En dan Dat komt allemaal in een liedje in de orde. En ik vind het iets heel gezelligs hebben. Jouw liedje. vader was niet dementerende? Dat wel door, door Tia's en, en de lieren. Had hij wel heel veel schade opgelopen. Ja. Maar het kon nog. Ik wel een gesprek mee voeren, maar dat Nee, maar dat is zo doeniger. mooi, omdat hij het ook over de verkiezingen had. Weet je, altijd, is het de altijd. Nee, maar als hij minder zou dementeren, had hij het ook niet elke <laughs> keer gevraagd. Maar hij vroeg elke <laughs> keer. Hij was heel erg begaan. Hij was ook lid van de partij. en uh, Toen, vier jaar geleden, had hij al allemaal foto's gemaakt. En uh, zag, je, ja, zag je mij voorop staan zo. Maar mijn vader was inmiddels blind. Stond zo achter mij. Ja. Dan dus zag ik pas op de foto. Dat vond ik wel leuk. Oh, ja. leuk. Ja. Ja. Nee, Dan Tot. is het een mooi, ook een mooie herinnering, dit liedje. Ja, zeker. Volgende kaart. Ik ben ja? benieuwd wat je hebt. De jasmijn. Mm -hmm. Jasmijn is de bloem van tederheid en antwoord op de verruwing in de samenleving van vandaag. Beantwoord die verharding met tederheid. Geef je morgen een bosje jasmijn. Aan iemand met wie je nog iets goed te maken hebt. Wie wordt de gelukkige ontvanger en waarom? Goh, iemand waar je nog iets mee goed te maken hebt. Nou, ik denk wel dat je bijna een open boek bent in die zin. Ja. van als er iets is, dat je het ook wel zegt. Ja. Dat er ook wel uitgesproken wordt, lijkt ja. mij. Ja. ja, dat weet ik zo niet meteen. Met iemand wat, want dat zou ik echt meteen doen. Ja, nee, dat bedoel maken. ik. Het is niet iets wat je nog achteraf moet doen. Ja, ik laat het eigenlijk niet zitten. Nee, nee maar dan. Nee, dan heb ik je... die kaart ook gewoon niet moeten pakken. Nee. Nou, daarom daarom hebben we heb het aan laten leggen. Die ja, was niet voor mij. Nee, nee, nee. Je hebt niks goed te maken. Nou, volgende kaart. <laughs> oh, sorry. Ja, ik ik heb je bril niet op, dus ik kan het <laughs> ook niet lezen. Ja. Oh, we hebben weer een reisgenoot. Ja? Even kijken. Ik ben je reisgenoot Aandacht. Als je met mij reist, leef je intens. Je ziet, je ruikt, je hoort, ervaart wat er gebeurt en neemt het zoals het komt. Je doet je werk geconcentreerd en je geeft je volledige aandacht aan het gezelschap waarin je verkeert. Is, jouw aandacht, jouw vast, is aandacht jouw vaste reisgenoot? Anne voor anderen. Ja, want ik wil altijd leren van anderen. Ja, nou ja, ja, wat ik jou net in mijn inleiding zeggen. Ik vind het ook, uh, belangrijk uh, dat anderen zich goed voelen, hebben gezegd. Dus dat. Uh, ik ik wel blij als een ander lacht. Dus ja, die. die uh, ik vind mensen echt, echt mooi en interessant. Jawel, maar dat hoor ik in jou. Ja. Vooral van school, van de ja. kinderen, iedereen ja. heeft zijn. zijn ik zijn, heb uh, ook bij mijn Facebook of Twitter of weet ik wat staan van dan kun je een zinnetje opschrijven. Ja, dan, uh, ik vind passie voor, voor mensen. Ja. Dat zijn mensen gewoon. En ik vind ook dat je er heel voorzichtig of, uh, um, je moet er voorzichtig mee omgaan, want één leven, daar mag, mag niet een leven zijn waar mensen uh, gekwet, gekwetst worden of onzeker worden of verdriet hebben. Dus we moeten voorzichtig mee omgaan, zorgvuldig. Mensen zijn. Uh, en daarom vind ik het ook een mooi vak om les te mogen geven, want mag kleien aan die kinderen? Je mag, je mag iets. Uh, uh, je mag poetseren. Ja, je mag ja. iets moois van maken. Tot, ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar dat is, dat is mooi dat je om ja, rol is macht vervullen. Ja, maar dan is aandacht wel jouw vaste reisgenoot. Want je hebt echt aandacht voor anderen. Want daar gaat het om. Dat he. vind ik ja interessant, ja. 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 Andere, uh, uh, mensen zijn gruwelijk interessant. Ja, maar Ik je bedoel... luistert ook goed naar de mensen. Ja. Hè, om te weten dat ze inderdaad uh, ja. wat er is. Of wat er mis speelt. Of ja. wat hun goede of slechte ja. uh, uh, kwaliteiten zijn. Ja. Ja, kunnen voelen hoe, hoe het met iemand is. Ja. Gewoon leuk. Ja. Volgende keer. Alright, uh, This one. <laughs> de gevallen engel. De duivel is een gevallen engel. Gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doen jou soms struikelen? Oh, struikelen. Ja, dus met andere woorden. Wat ja, ja. zijn je slechte eigenschappen? Ja, ik heb wel, ik heb wel een slechte eigenschap. Um, daar ben ik niet trots op. Maar ik ben echt wraakzuchtig <laughs> als iemand mij een loer draait. Als iemand mij, ik zal maar plat zeggen, night, dan kan ik twintig jaar wachten. Maar je wordt mijne. Als je tenminste geen spijt hebt. Hè? Want als je echt doelbewust een ander wil krenken, mij dan bijvoorbeeld, of een ander, dan, dan pak je het terug. Dus dat is geen goede eigenschap. Nou, ik moet nou, er nou, maar aan werken. Nou, ik denk, ja, ik kan er niet zeggen. Ja, ik tegen. mag het niet zeggen, maar ik, ik ben ik, in die zin eigenlijk wel hetzelfde. Hè? Als, als er ja, echt iets is, ik denk altijd: mijn tijd komt wel. Ja, en ook al moet ik inderdaad tien jaar wachten, mijn tijd komt wel. Ja. Ik pak degene, als er echt iets is, ja. Nee, maar dat... Dat, zou, dat zou ik ook voor een ander doen. Ja, maar Want is dat een ik... slechte eigenschap? Ja, ik vind, ik, vind, ik, ik heb, ik dat heb dat gisteren ook. nog tegen leerlingen die, die een <laughs> beetje het ruzie waren. Ik zei van, ja, en als die slaat, sla ik terug. Ik zei, ja, en daar ja, is nou de kunst om dat niet te doen. Dus, maar dat is ook wel iets anders dan echt frakzuchtig zijn. Nou ja, maar vraagzuchtig. Maar, ik denk wel, ik ben wel heel erg van het lot. Hè? Zo van: ja. uh, weet je, wacht maar, mijn tijd ja. komt wel. Er ja, ja. komt echt wel een keer een moment dat het ja. lot bepaalt wanneer ja. Ja. dat. Dus ik, het is niet dat ik dat op ga zoeken, maar dat komt wel. Ja, dat denk ik dus ook. Dus, maar dan, is dat een slechte eigenschap? Ik denk van niet. Eh. Uh, ja, ik vind, hem, ik, vind, ik vind het dan toch wel een slechte eigenschap. Oké. Okay. Ja, uh, oh, ik moest er eentje noemen. Ja. Meer. Dus is denk van... La, la, heb je er nog meer? Ik zit te denken of ik er nog meer slechte... heb vast hoor, slechte eigenschappen nog. Um. <laughs> dan moet je mijn man en mijn zoon... Die zouden al nou wel uh, een paar antwoorden kunnen geven. Vast zeker. <lacht> <lacht> oh, <is> man. <laughs> Ja, even denken. Ja, nee, vast, die zullen. Nee, maar, ja, maar dit, 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 dit is nou. voor jou inderdaad. Ja. Uh, ja. Ja. Nou, we kunnen nog één kaart doen. Oké. Okay. Als we heel snel zijn, misschien nog alle twee, maar dan moeten we even... Okay. even kijken: Ja, de forel. Mediterend bij de rivier zie je plotseling een forel tegen de stroom inzwemmen. Je bewondert hem om zijn kracht en eigen wijsheid, al lijkt het je wel heel erg vermoeiend. Wanneer had jij de moed om tegen de stroom in te zwemmen? Ja, dat hebben we eigenlijk al genoemd. Hè? Toen ik wegging bij, de, bij, bij een partij. Zo van, bekijk maar, dan ga ik die kant op. Ja, dat kost kruim, maar dat doe ik wel. En ook toen... toen met de nou, maar je bent wel gedragen. Ja. Ja, dus, ja, daar naartoe. Ja, maar ook en... echt, weet je, het helemaal tegen het raads iets, ja, iets iets... raadsbesluit dat de bieb uit de haps weg moest, als voorbeeld. Ja. Hoop, uh, uh, hij was weg. En met al, al die andere mensen zijn wij tegen de stroom in. Dat duurde een jaar tegen de stroom in. Zijn van nee, het klopt niet wat jullie doen. Want daarom en daarom en daarom. En, daarom, en dit zijn wel kansen. En na een jaar was het gelukt. Ja. Uh, dus dat was ook echt tegen de stroom in. Maar ik, volgens mij zwem ik dan wel lekker. Ja. <laughs> ik vind het niet zo erg. <laughs> Ik, ja, ik, ja, ik vind ik, dat meezwemmen... De, ja, ik, maar ik, nee, jij ik, gaat liever dan. Ik altijd. ga pas stromen als ik ook zeker weet dat uh, dat, dat, het dat, dat beter is. En ja. dat lukt. Ja, ja. Ja, maar ja. Zegt, zwemt, ja. ja, maar net wat je zegt. Het zwemt wel lekker. Ja. nou ja, we doen nog een Doe laatste. Oh, doen we laatste. Doen we laatste. Ja. laatste. Even snel. Even kijken. Het leven betekent afscheid nemen. Iedere dag weer. Van dingen die voorheen vanzelfsprekend waren. Eten van dit kruid maakt afscheid nemen gemakkelijker. En geeft je kracht om de dingen te nemen zoals ze zijn. Dag voor dag. Durf jij dit kruid in te nemen en tot je te laten en dan alles achter je rug? Nog een keer. Durf nee, jij dit kruid tot je te nemen en los te laten wat achter je ligt? Kun je snel loslaten? Ja, of ik snel los kan laten? Uh, ja, best wel. Ja. Ik kan best wel, uh, uh, maar dat heeft ook al. Ja, ik ben nu 60. Misschien ook te maken heeft dat ik de laatste tijd beter kan. Dat je dingen los kan laten. Dat je laten. ouder wordt. Ja, dat, dat ik wel denk een voordeel Dat meespeelt, jawel. En de ervaring natuurlijk, hè, dat je je eigen vroeger wel druk maakte. En nou denk je... Ja. ja, ik denk dat er wel leeftijdsgebonden is. Dat ik gemakkelijker kan zeggen, nou ja, laat maar. En dat is klaar. En dat hebben we gehad. En we gaan wel vooruit. Ja, maar het ligt ook aan je instellingen. Hè? Ja. Hoe je zelf erin staat om toch... Ja. Dingen voor elkaar te krijgen, tegen die stroom in te zwemmen, weet je wel, ja. dat je toch. Uh... Nee, maar loslaten, dat, dat kan ik wel. Misschien ook wel door dat ik best wel nuchter ben. Behalve als iemand je loer heeft gedraaid ja. 28 jaar. Ja, die gaat voor de ja, nee, dat, Ja, dat is dat, ja, dat wel. Ja. Nog steeds. Dat, dat heb ik nog niet onder controle. Nee, maar dat maakt niet uit. Hè? Dat maakt niet uit hè? dat, dat ja. heeft alles ja. heeft dat ermee te maken. Dus. Um, nou ja, we hebben ze op, hè? We hebben ze op. Dus, uh, koffie is op. Koffie is op. Ik heb een uh, uh, cadeautje voor je. Oh, leuk. Een... Uh... Oh, die mok, want die mocht, want dan was ik jullie al. <laughs> ik zag hem net. Ik denk: van, waarom moet ik nou uit zo'n leeuw drinken? En daar zoveel leuke. Kijk eens. geweldig. zit er zelf in. Super. Oh, dat zeleving. vind ik echt heel leuk. Mooi aan denk ik. kijk king viel ook echt in zit. had ik ook een straks. Daar ben ik blij mee. Nou, kijk Dankjewel. Ik wens jou heel veel succes met uh, uh, de verkiezingen die eraan ja. komen. 24 november, dacht ja. ik. Ja. ja. En uh, ja, ik. ik ja. Toch wel zin in gewoon omdat we. Blijven die raad? Ja, op zich moet dat wel lukken. Maar het, 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 is, het is ook wel heel gezellig nu. Gisteren bijvoorbeeld zijn we allemaal uh, zakjes uh, zaad vullen geweest. Voor, ja, ik mag al beweging bij zakjes zaad voor de campagne. En daar zijn we mooi wel met teambuilding bezig. Mooi ja, we wel leuk. in Milgaan fietsen. En dan gaan we ook een allerlei uh, routes gaan fietsen. Jullie en, zijn al druk bezig met je campagne. Ja, ja. Want die, die mag nou van start? Ja, dat mag, mag eigenlijk al. Okay. al zijn we zijn ook al langer bezig. Maar ja, het is gewoon gezellig. Dat is oh, belangrijk leuk. dat het gezellig is. Dat is alles Dan vind je elkaar. Nou, daarom. Ja. Hebben wij ook gedaan. Ja, zeker. Hey. Super bedankt dat je hier was. Ja, ook hartstikke leuk. En succes. Dank je wel. Bedankt voor het kijken naar het barretje. En tot een volgende keer. Auw.